Dit toetsenbord hoeft er nog niet doorheen hoor. Door mijn bureaublad. Welkom. Rodi aan het achteruit parkeren is en met de vrachtwagen. Moet ik weer even een paar keer even goed zetten weer voor je of niet? Ik moet even kijken hoe dat ding reageert. Nou, alleen je drukt snel op mijn toetsen. Als je gewoon rustig reageert, is er niks aan de hand. Kijk, zie je? Ro, en je hoeft het niet helemaal er precies in te zetten. Net zoals met de pakketjes. Juist, zo houden. Ja, goed zo. Naar achteren. Weer die cabine een beetje naar voren. Niet al te draaien met die cabine. Andere kant op draaien, Ro. Andere kant op draaien met die cabine. Ro, andere kant op draaien. Dat naar rechts. Welke rechts? Die kant Hoe? op. Ja, maar dan. Je moet draaien met je muis. Nou, dankzij mijn broer Harrit van Beek hebben wij dus nu een hele leuke spel. Wat hij dus nu ook heel veel speelt. En dat is Euro Trucks. Euro Trucks, ja. Dit is Roos zijn allereerste keer eigenlijk. Net was het ook wel, maar nu voor het echt. We kijken gezellig even met hem mee. Geen idee van de tijd. Het werkt heel nauwkeurig, die muis. Oh, wait. Hey, laat me mijn linker bij.
niet zo hard. Dat kan je niet zien. Waarom moet dat op links af? Ook erg door. Dan moet het richting aanwezen, links af. Oh, daar let ik niet eens op. Eigenlijk nog. Sorry voor zoveel andere beelden, maar dit is Roos zijn eerste keer, dus ik wil even kijken hoe het allemaal werkt. Gaan over het water heen, mensen. Die muis is heel erg aan. Dus hebben jullie ook zoiets van, hey, wij willen dit spel spelen? Ik zou zeggen, kijk gerust op het YouTube-kanaal van mijn broer, Harrit van Beek. En die hij zou jullie wel wat meer kunnen uitleggen over dit fantastische spel. Ik zou zeggen, abonneer gezellig op zijn kanaal en op mijn kanaal en op het kanaal van mijn moeder. En dan zien we jullie heel snel terug op een van deze kanalen. Ben je aan het filmen? Wat ben je aan het doen? Aan het chauffeuren. Ik ga de sluizen door. De sluizen? Vanaf Groningen naar Den Helder. Nou ja, niet naar Den Helder, maar ik ga wel richting Den Helder nu eigenlijk. Wat voor sluizen zijn dan? Dit is, weet ik voor hoe deze is sluis heet. Afsluitdijk? Ja. Oké. Kijken.
Wat gaan we doen dan? Slingeren. Slingeren de slanger. Is leuk. Mag je 80 of vriend? Ja, dus? Ga je lang bij me rijden? Nee. Ik rij al 67 kilometer. Bijna 70. Ik bedoel 67, nu 70. Ah, en het beeld. En dan staan en daar even kijken, dat is de beeld aan de andere kant. Ja, je hebt een aantal spiegels. Wat is een Scania? Yep. Kijk, beeld aan deze. Ja, aan mijn kant. Ja, joepie. Dat werkt zo niet. Als sluitdijkje, jongens. Nou, en dan hebben we alweer en de andere sluizen. Wordt ingehaald. Ja, dat weet ik. Maar ik heb hier nou de andere sluizen. Als je dus naar Den Oever en Den Haag wil. Den Helder bedoel ik, sorry. Dit is en bij de andere sluizen. Oké. Okay. Doe ik snel eigenlijk dan? Ja, heel snel. Een hele korte tijd eventjes de sluis over. Hele mooie sluis geworden, jongens. Mam, ik kom eraan! Zou het op de kaart staan dat je daar met de vrachtwagen kan komen? Hè? Huh? Kleine detour, even bij je moeder langs gaan. Nee, dat mag niet. Mag dat niet? En dan? Hier hebben we Den Oever. Ja. Dag Den Oever, doei Den Oever. Ik ga hier er niet af. Nee, ga ik niet doen. Ja, kan wel. Maar dan ben ik nog langer onderweg en dan krijg ik strafpunten voor. Strafpunten? Schande. Ik kan het nou toch wel schande doen. Je bent aan het spookrijden, want niemand zit met handen aan het stuur. Ja, dat is mooi. Maar, en ik mag je 80. Oké. Okay. En ik kan er niet eens af, volgens mij. Volgens mij zit alleen maar rechtdoor, dus dat scheelt. Sorry mam, ik sla u over. Ik kom even niet op bezoek. Het zit niet in het spel. Nee. Ik rij veel te langzaam. Ja, wat? Ja, ik weet dat ik veel te langzaam rij, maar ik heb iemand ook precies naast me staan nu op dit moment. Als jij een stukje naar achteren gaat, kijk, krijg ik weer een beetje lucht. Ro, een stukje naar achteren, kijk. Nou krijg ik een stukje meer adem. Fijn. Een stukje nog naar achteren, want ik zie je telefoon. Juist, hè? Denk je hoe vervelend dat is als iemand zo plam voor je neus staat te filmen? Is leuk. Dan kan je toch op het kleine schermpje kijken? Nee. Van de telefoon. Als iemand voor je neus staat te filmen? Nee, dat is niet handig. Moet nog een uur en 33 minuten rijden. Nee, ik ga niet een uur en 33 minuten staan te filmen. Amsterdam, Rotterdam! Ik sla eventjes horen over. Hij muiden! Hij muiden hebben we al, dus ik kan daar. Dit komt voor geen ene hol dit. Als je het echt goed wilt doen en dan pak je ook echt nog echt alle afslagen. Maar die heb je hier niet, dat is een beetje jammer. Zo! Slingeren. Ja, weet het. Nou en dan hebben we alweer en de andere sluizen. Ergens weet ik veel. Ja, dat weet ik. Tunneltje, kak! Hou ik helemaal niet van tunnels. Welk tunneltje? Nee. Het is een verlichte tunnel. Nee, maar ook dan nog met een auto naast me. Den Helder bedoel ik. Ga ik juist een beetje snelheid minderen. Dit is je nog langer in die tunnel. Okay. Doe ik snel eigenlijk dan? Liever. Een hele korte tijd eventjes een sluis over. Wat dan met ons naar druk. Ja, ja. Mam,
ik kom maar. Oosterbroek is rechtdoor, richting Rotterdam. Ja. Dat is handig. Daar is ook al, dit en dit hele spel, dat klopt van geen ene hol, man. Hier, Amsterdam, ja, ja. Ik sla horen en alles over, herengewaad. En hier hebben we Den Oever. Ja, is leuk. Dag Den Oever, doei Den Oever. Ik ga hier er niet af. Nee, ik ga het niet doen. Rustig. Ja, kan wel. Je mag heel goed. Ja, weet ik, maar ik heb een politie naast me, Ro. Ja, ik ging slingeren, nee, omdat ik even nou kramp krijg in mijn handen, dus ik kan even nou niks. Ik ben met handen aan het sturen. Ja, Ro, dat gaat even nou niet. Maar, en ik mag je dacht. Ik moet even concentreren op dit moment. Ik moet eerst eventjes die hebben. En ik kan er niet eens af. Volgens mij. Volgens mij zit het alleen maar rechtdoor, dus dat scheelt. Sorry mam, ik sla u over. Ik kom even niet op bezoek. Het zit niet in het spel. Nee. Ga ik een beetje langzamer. Rotterdam. Ja, ik moet naar Rotterdam toe. Ik rij veel te langzaam. Ja, wat? Ja, ik weet dat ik veel te langzaam rijd, maar ik heb iemand ook precies naast me staan. Leuk hè, en dat deze afslag ook nog ergens in Groningen zit. En dezelfde bocht. Een beetje lucht. Klopt voor een ene hol, man, in deze hele spel niet. Een stukje meer adem. Fijn. Allemaal dezelfde afslagen. Ja, joh. Wacht, want ik zie je mijn telefoon. Ja, klopt voor een ene meter, man. Is leuk, rijden. Dat is als iemand zo plan voor je neus staat te filmen, is leuk. Ga aan de kant, dom ding! Want dan in Brussel en Emuiden. Ja, ja, Brussel staat er ook al op. Nee, dat is niet handig. Ah, joh. En een beetje... Moet nog een uur en 33 minuten vaart maken. Ga je niet een uur en 33 minuten staan te filmen? Nee, Rotterdam en Brussel. Amsterdam, Rotterdam! Ja, ja. Als ze dat nou hier echt in Nederland hadden, ja, dan was het een heel stuk makkelijker. IJmuiden. IJmuiden hebben we al. Gas geven en niet sturen. Nee, hol dit. Als je het echt goed wilt doen en dan pak je ook echt nog echt alle afslagen. Maar die heb je hier niet, dat is een beetje jammer. Zo! Ik heb al wel in de gaten, hoe langzamer ik rij, hoe meer ik ga slingeren. Uh-huh. Kijk, en dan heb je hier al ergens, weet ik veel, kak. Tunneltje, kak! Hou ik helemaal niet van tunnels. Sterk tunneltje. Nee. En dan zie ik in één keer 80 en dan in plaats 85 ga ik even een beetje op mijn rem staan. Nee, maar ook dan nog met een auto naast me. Kijk, Rotterdam, ja, vliegtuigen, joepie! Ja, ja, aha. Maar dit heb ik liever. Klopt van een hol, man. Heeft niet, is leuk. Kijk, Rotterdam, rotje knor, oma! Ja, ja. Bender! Koffie! Nee, thee. Graag. Ja. Lekker, is handig. Is lekker, kijk. Haar toren, kijk, en dan gaan we naar beneden. Ja, dan doe ik niet al hol, man. Hier, Amsterdam. Ja, ja. Ik doe helemaal niks. We horen dan alles over, herengewaad. Even een beetje. Hobbelen. Is leuk. Ga ik gas bijgeven. Kijk, 84, 82. En dan ga je weer langzaam. Ja, een stukje rustig. Dat is wel erg hard dan de snelheidswisselingen. Ja, weet ik. Maar ik heb een politie naast me, Ro. Ja, dus? En ik ging slingeren. Nee, omdat ik even nou kramp krijg in mijn... Hey, Harriet, dus wil je even je koe staan? Hoe wil je? Ook en ook al is het geen Harriet. Ja, Ro, dat gaat even nou niet. Lijkt erop. Ik moet even concentreren op dit moment. Ik moet eerst eventjes die hebben. Kijk, die toren is leuk. Euromast. En dan mogen we weer op 100. Ik ben weer lekker aan het slingeren. Ik rij lekker in het midden. Flikker maar op. Dag. Helemaal geen vrachtwagen die me inhaalt nu. Langzamer. Flikker maar op. Durf niet. Rotterdam. Ja, ik moet naar Rotterdam. Wil het niet eens hebben ook. Oh, ik rijd veel te snel. Voor ik weer zo'n 20 euro kwijt ben. Afslag ook en ook ergens in Groningen zit. En dezelfde snelheidsovertreding. Klopt voor een ene hol, man, in deze hele spel niet. Dat is leuk. Allemaal dezelfde afslagen. Ja, joh. Handiger. Klopt voor geen ene meter, man. Zo, oh, en dan moet ik even Brussel hebben vol ergens, bijna. Oh, even die kant op elkaar. Ga aan de kant, dom ding! Even lekker in gang gaan. Ja, ja, Brussel staat er ook wel op. Ah joh.
En een beetje... Brussel, Europoort, ook niet zo slinger. Ja, rijden? Ja, mooi, dan ga ik erachteraan. Ja, stop. Flikker. Als we dat nou hier echt, ook echt in Nederland hadden, ja, dan was het een heel stuk makkelijker. Mm-hmm. Helemaal niks stoppen. Nog 6 minuten rechter. In de A4. Ander, gas geven en niet stoppen. Sturen. Heel slecht in het verkeer. Schappen. Je moet een brede bocht nemen. Ik heb al wel in de gaten, hoe langzamer ik rij, hoe meer ik ga slingeren. Mm-hmm. Kak. En dan zie ik in één keer 80 en dan in plaats 85. Ga ik even een beetje op mijn rem staan, dat is leuk. Kijk, Rotterdam, vliegtuigen, joepie! Ja, ja, aha. Mag echt door. Klopt, we gaan in een hol, man. Heeft niet, is leuk. Kijk, Rotterdam, rotje knor, oma! Ja, en daar hebben we weer... Bender! Ja, ja. Koffie! Leuk. Nee, thee. Graag. Rondje. Lekker. Is lekker! Kijk. We zitten in Brussel. De toren, kijk. En dan gaan we naar beneden, en dan doe ik niks. Kijk. We zitten 80. In kijk, ik doe helemaal niks, zie je? Prima. Ik doe wel weer even een beetje. Hobbelen. Dat is beter dan strafbord. Ga ik gas bijgeven. Kijk, 84, 82. En dan ga je weer langzaam, als het lukt. Ik heb er heel erg hard van die snelheidswisselingen. Hé hey, Harrit, wil je even je koesta? Hoe wil je? Ook en ook al is het geen Harrit, maar oké. Okay. Lijkt erop! Oké, waar gaan we staan? Daar weer. Kijk, oké. Die toren is leuk. Heel erg lastig, ja. En dan mogen we weer 100. Ik ben weer lekker aan het slingeren. Ik rijd lekker in het midden. Flikker maar op. Dag! Helemaal geen vrachtwagen die me inhaalt nu. De telefoon niet. Flikker maar op. Dat durf je niet. Ik wil het niet eens hebben ook. Oh, ik rijd veel te snel. Voordat ik weer zo meteen €320 kwijt ben. Mm. Ben ik al. Snelheidsovertreding. Ik vind het echt ook doen, meteen uitkeren, die banden. Is leuk. Handiger. Oh, en nou moet ik even Brussel hebben vol ergens. Bijna. Oh, even die kant op K. Ja, laat die maar even lekker hun gang gaan. Brussel, Europoort. Ga je rijden? Ja, mooi. Dan ga ik erachteraan. Ja, stop. Flikker maar op. Helemaal niks stoppen voor jullie. Helemaal niks stoppen. Nog 6 minuten. Helemaal niks stoppen. Heel slecht in het verkeer hoor, Skaring. Schrappen. Nee. Ik moet een brede bocht nemen, jongens. Nou, het auto gaan ook. Ik mag rechtdoor. Het is groen voor mij. Ik voel niks meer in mijn handen, dat is kut. Ja, en daar hebben we weer Rotterdam. Ja, ja. Leuk. Een rondje rijden. En we zitten in Brussel. Hoe gek we dit hebben. In Brussel? We zitten in weet ik veel, Rotterdam, Amsterdam. Ik vind het helemaal prima. Europort. Europort, ook goed. Is beter dan strafport.
lekker brede opgang. De stuur staat volgens mij scheef ook. Nee, niet. Oké, waar gaan we staan? Daar weer. Oké. Dat is een eitje voor jou. Hoeveel tijd heb je nog op die telefoon op dit moment? Hoeveel tijd heb je nog op die telefoon nu met filmen? 14 minuten. Ga je meteen rechts en dan draai je? Nee. Afkoppelen. Mooi. Goed zo.